Een hele goede morgen. Het is weer tijd voor een solotrip. Dit keer gaan wij een solotripje doen naar Mallorca. Ik ben dit jaar al een keer eerder geweest. Vond echt een prachtig eiland. En ja, ik had zoiets van waarom ga ik niet nog een keertje terug. Om gewoon lekker even een beetje tijd voor mezelf te nemen. Een beetje te wandelen, een beetje te fietsen. Shoppen of course. Dus ja, ik heb er helemaal zin in. Klein half uurtje rijden en dan zijn we op bestemming. Dus we zien jullie zo. Oké, nou ik denk dat ik echt nog nooit zo snel overal doorheen ben geweest. Ik was natuurlijk online al ingecheckt. Maar het duurde precies 5 minuten om door de douane heen te gaan en hier te zitten. Het is echt het meest kleine vliegveld wat ik ooit in mijn hele leven heb gezien. Maar goed, het is ook wel fijn. Ik ben dus 2 uur te vroeg. Dus ik ga nu even wachten. Even een cappuccinootje. En een muffintje. En dan over 2 uurtjes ga ik lekker vliegen. Wat te doen als je je verveelt. Ik ben net aangekomen in mijn hotelkamer. En de kamer is echt lekker ruim. Ik heb een super groot bed. Daar kan ik wel lekker in slapen. Dan hebben we hier het balkon. Ook echt ruim. Dan hebben we hier de hal. En dan hebben we een super ruime badkamer. Met een mooi bad. Daar ben ik echt heel blij mee, want daar ga ik echt gebruik van maken. Oh, heerlijk. De vorige keer waar we een andere solo tripje had ik een wat kleinere kamer. Dat was echt heel mini. Vond ik overigens helemaal niet erg, want ik had ook helemaal niet veel meer ruimte nodig. Maar ik vind het wel lekker dat ik gewoon en een lekker balkonnetje heb. Dat ik gewoon even straks in de zon kan zitten of zo morgen. En een heel groot bed. En een bad. Oh, heerlijk. Wat ik nu ga doen, ik ga even mezelf opfrissen. En daarna ga ik even een hapje eten in de stad. Ga ik misschien een beetje shoppen. En niet te laat naar bed, want morgen ook gewoon lekker fris zijn. En ga kijken wat ik dan ga ondernemen. Dus happy kid over here. Oké, nou we zijn onderweg. Ik heb al een flink stuk gelopen eigenlijk. Ik kwam helemaal aan de andere kant van het centrum uit. En ik ben nu helemaal richting de haven gelopen. Ik ben eigenlijk een plekje aan het zoeken waar ik kan gaan eten. Maar dat is echt, als je alleen bent, dan heb je echt zoiets van, ja, waar ga je nou zitten? Dat had ik de vorige keer ook al. En nu nog steeds, dat is nog niet veranderd. Maar uiteindelijk vind ik die wel en gaan jullie zien waar ik een lekkere pan paella voor mezelf kan bestellen. Terug op de kamer en ik ben kapot. Ik ben echt super moe. Ik was nog heel even langs de Zara geweest. Ik wilde namelijk een kort broekje meenemen, maar dat heb ik vergeten. En aangezien het hier gewoon overdag 24 graden is en het is best wel warm, heb ik een broekje gehaald. Die had ik in Nederland al gezien, dus dat scheelt. En hij was iets goedkoper. Dus ik denk, kan ik deze morgen mooi aan met een kroppie. En nu ga ik me lekker klaarmaken voor bed. Zo, ik ben lekker in mijn bed beland. Wel trusten voor nu en ik zie jullie morgen. Bij deze nog een keer een officiële goeiemorgen. Het is echt prachtig weer. Het is heerlijk warm. Het wordt vandaag 24 graden. Het is nu 19 of zo. Maar ik ben blij dat ik gisteren dus mijn korte broekje heb gekocht. Ik heb net eventjes gekeken en hier in de buurt heb je een stukje waar je een heel mooi stukje strand hebt. En waar je goed kan wandelen. Dus daar ga ik nu naartoe. Ik heb mijn tas meegenomen. Daar heb ik een handdoekje in gedaan. En een boek. Dus ik ga ook lekker een stukje lezen zo. En volgens mij loop ik verkeerd. Oké, ik spreek jullie zo. Ik heb dus daarnet echt heerlijk geluncht/ontbeten.
Even lekker een beetje aan het strand gezeten, een stukje gelezen. En we gaan natuurlijk een beetje shoppen. Nou, ik ben ondertussen naar huis aan het lopen. Ik merk echt dat mijn stem steeds verder weggaat. Maar kijk even hoe grappig. Allemaal van die hele kleine steegjes. Maar ik heb echt super vermoeide benen. Dus ik dacht net, even een planning maken. Ro gaat een bad. Aangezien ik een bad heb, ga ik er ook even gebruik van maken. Oh, ik ben gewoon buiten adem. En ik was benieuwd hoeveel stappen ik nou had gezet. Heb ik dus gewoon al 23.500 stappen gezet. Wat gelijk staat aan 17,5 kilometer. Echt ziek. Maar goed, ik ga weer even zoeken naar mijn hotel. Hele goede morgen. Het is vandaag maandagochtend, mijn laatste dagje. En het is weer prima weer. Het is minder weer dan gisteren, maar het is nog steeds heerlijk weer. Dus ik heb net gedoucht. Ik ga mezelf nu klaarmaken. Mijn fietstoer voor vandaag is gecanceld. Baal ik echt heel erg van. Want als ik iets leuk vind als je zelf op pad gaat, is de fietstoer. Je leert mensen kennen. Plus je ziet echt de dingetjes die je zelf niet weet. Even lekker ontbijten. Oké, jongens, ik word helemaal gek. Ik heb dus net ontbeten. En ik wil dus naar een plaatsje. Val de Mossa. Dat is ergens in de bergen. Hartstikke leuk. Geen idee hoe ik daar moet komen dus. Dus ik dacht, ik pak de taxi is redelijk duur hier. Dus ik dacht, ik pak dan de bus naar het verste stuk. Nou, daar ben ik dus nu bij het ziekenhuis. Maar ik dacht, bij het ziekenhuis staan wel taxis. Nou, nee dus. Dus ik sta hier en ik kan nergens naartoe. Ik heb al twee keer gebeld naar een taxibedrijf. Die hangen iedere keer op om te zeggen, ja, je moet een bepaald nummer bellen. Die ik dus niet te pakken krijg. Dus ja, geen idee wat ik nu moet doen. En ik had een taxi gevonden, maar die reed me zo straal voorbij. Echt kut. Uiteindelijk is het me gelukt om een taxi te vinden. Het was echt een gedoe. Ik heb er echt als een meloot lopen rennen. Omdat ik dacht dat mijn taxi er was. Dus ik rende er naartoe. Toen zaten er andere mensen in. Toen dacht ik, shit. Want ik werd gebeld van je taxi is er. En ik stond er redelijk ver vandaan. Dus toen rende ik er achteraan. Andere mensen gingen in die taxi. Taxi kwijt. Toen heb ik gewoon een random taxi op een gegeven moment maar aangehouden. Ben ik daarin gestapt. Maar, oh, ik mag hier niet heen. Maar toen werd ik dus net gebeld toen ik hier was. Van ja, de taxi staat al 20 minuten op je te wachten. Waar ben jij? Toen dacht ik, oeps, sorry. Maar hey, ik ben hier en ik ga lekker genieten van dit supermooie dorpje. Ik ga lekker een hapje eten, maar eerst even een flink stuk wandelen. Paella is er, oh mijn god. Zo trek. Terug in de kamer. Ik heb echt heerlijke paella gegeten. Daarna was het weer een hele reis terug naar hier. Ik heb er volgens mij 2 uur over gedaan of zo. Ik ben best wel moe. Dus ik ga nu eventjes lekker mijn bad vullen. En misschien dat ik daarna nog eventjes naar Palma ga. Goedemorgen. Het is 6 uur. En ik heb zo de taxi. Ik heb lekker even gedoucht. Ik kijk even hoe goed ik alles hierin heb gedaan. Het zit echt gewoon tot het randje precies vol. Zo trots op mezelf. En zelfs een pakje tukjes past erin. Het is 6:30. Ik zat om 6 uur in de taxi. Het is nu 6:30 en ik ben al helemaal overal doorheen. Ik moet echt leren dat ik later vertrek achter. Zeg maar geen hoogseizoen meer is. Nu op zo'n 3 uur wachten. Ik heb beter nog een uur kunnen slapen. Maar goed, ik ga gewoon even lekker mijn koffietje drinken, even wat eten en dan ga ik gewoon hier even een dutje doen op een stoel, denk ik, of zo.
ik ben net thuis gekomen, echt letterlijk net 10 seconden geleden. Het is 3:05. Ik heb een beetje vertraging gehad, best wel veel file en zo, dus ik was wat langer onderweg. Maar ik zat te denken, misschien is het handig om af te sluiten om te laten zien hoe ik mijn tas heb ingepakt. Want stel, je hebt zoiets van ik wil ook alleen op reis, dan hoef je dus echt geen koffer mee te nemen, want het is gewoon zonde. Je betaalt iets van tussen de 20 en de 30 euro enkel voor een koffertje mee te nemen. Plus, als je gewoon de grootte meeneemt qua tas wat mag en je hem goed indeelt, krijg je het dus gewoon allemaal mee. Dus ik laat je heel even zien hoe ik dat heb gedaan. Okay, allereerst had ik natuurlijk gewoon mijn handtas mee. Daarin had ik mijn camera, mijn oortjes, mijn paspoort en mijn pasjes. Ik heb dan hier als eerst mijn toilettas, mijn oplader. Aan de zijkanten heb ik eigenlijk de kleding geschoven, dus zoals het hoesje van mijn camera. Een boek. Mijn steltang heb ik ook zo rechtop ingezet met de kabel er langs. Dit tasje zit eigenlijk nog wat andere sleuteltjes in en zo. En ja, altijd handig om dat gewoon te hebben als je daar bent. Souveniertje. En dan heb ik hier mijn vuile was. Ja, mijn make-up. Dat is echt heel bijzonder. En hier heb ik dan mijn borstel ook tegen de zijkant aangezet. En dan heb ik eigenlijk mijn kleren. Ik heb best wel veel daar gekocht. Dit shirtje had ik aan de zijkant gedaan. Daar weer een shirtje onder. Daar weer een shirtje onder. Allemaal heel klein gevouwen. Ik kan nog een broekje. Ik heb die dan zo in de breedte gedaan. Dat ik hem zo plat kan duwen. Nog een topje. Ook daar gekocht. Dan heb ik mijn broek hier zo dwars ingelegd. Zo. Dit is mijn sjaal. Nog een shirtje die ik heb gekocht. Nog een shirtje die ik heb gekocht. Nog, oh nee, die had ik. Die had ik mee. Het zijn allemaal van die hele kleine platte shirtjes, dus echt makkelijk. Deze had ik ook meegenomen. La la la. Mijn bikini, die had ik ook bij me. En BH. Maar kijk, die broek heb ik dus gewoon zo erin gelegd. Zo. En dan daarin heb ik al mijn shirtjes zo gestapeld. En de rest aan de zijkant zo er tegenaan gezet. Zodat je eigenlijk die open ruimte houdt. Dan heb ik alle hoeken ingedrukt. Dus echt helemaal tot onderin. Dat die helemaal ja, bol staat, zeg maar. En vanuit daar ben ik gewoon gaan stapelen. En toen zat de tas vol. Dus het is echt een kleine tas. Maar alles past erin. Kun je bedenken dat alles wat hier ligt in dit tasje zat? Nee, precies. Ik ook niet. Maar goed, dan weet je in ieder geval dus dat er echt heel erg veel in kan. En dat het dus niet nodig is om extra kosten te maken. Die kun je mooi weer gebruiken om ergens lekker een hapje te eten. Dit was mijn Mallorca vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heb je vragen of ben je benieuwd naar iets? Zet het dan beneden in de comments. Dankjewel voor het kijken. Deel het met je vrienden of vriendinnen. En ja, hopelijk weer tot de volgende. Doei doei!